Yvette Hamerling, ik ben marketingcoördinator bij de HZ. Aangenaam. Dank je. En ik ben Kees Freek en ik ben conciërge. En ben je dat altijd al bij de HZ? Ik werk 20 jaar bij de HZ. En dat is voor jou... Ik was altijd in Vlissingen, sinds 7 mei zit ik hier in Middelburg. Dus voor jou is het wel toch ook wel heel speciaal, want opeens heb je een heel gebouw onder je hoede hier. Heerlijk. Ja. En ben je zelf een Vlissingen of een Middelburg? Middelburg. Kijk, dus hier kunt u ook nog een soort thuis komen. Ja. Nou, waard en welkom terug. Ja. Want deze verdieping wordt wel gebruikt straks als worden dit lokaal of? Deze verdieping is niet toebedeeld aan de opleiding. De opleidingen zitten op verdieping 1 tot en met 3, dit is 4. En heeft voorlopig een bestemming als ruimte waar gewoon samengewerkt kan gaan worden, ja. Toebedeeld aan de opleiding. En komen hier ook kantoren van de opleiding of is dat? We hebben geen vaste indeling in bureaus en plekken waar mensen gaan zitten. We gaan flexwerken. Dus er zijn wel bepaalde ruimtes waar natuurlijk bureaus komen te staan en waar je kunt aanschuiven. Maar het is niet meer zo traditioneel ingedeeld als bij menig kantoorpand of op onze andere locatie in Vlissingen. Maar hoeveel studenten komen er nou in totaal hier naartoe? Nu zo'n 800 ruim en uiteindelijk zitten we op 1200. De studenten beginnen gewoon eind augustus, dus de lessen zijn al wel begonnen, maar de officiële feestelijke opening is op 27 september. Ja, okay. Voor genodigden, maar ook met een deel voor omwonenden, dus een bepaald tijdstip waarop iedereen welkom is om te komen kijken. Een soort open dag is het dan eigenlijk. Ja, leuk. Ja, het is een beetje zweetsachtige... Snel bezet zijn. En waarom is dat dan vanwege het uitzicht? Ja, ja. Ja, het is ook wel een van de drukste verkeers. Ja. Dit is dus later aangebouwd, hè, die erker. Oh, ja. Die zaten er niet aan. Bij de laatste verbouwing is dat gebeurd? Ja. Oké. Dat is ook de methode waarmee eigenlijk het dan meer weer met het gezicht naar de stad is gericht, zoals we het zo mooi zeggen. Het was meer de achterkant die je natuurlijk zag vanuit de stad, want de ingang is daar. Maar de achterkant was ook echt vrij plat om te zien. En nu is het meer open naar de stad toe gericht. Dat is echt de filosofie van de architect geweest? Of de vraag vanuit de HZ? Het idee van ons, André de Buk, was die idee van hem. Zo, dat is... Ik zal even in de richting Het wordt hier gezonder, zou ik willen zeggen, want er is geen frituur, alleen oven. En er zit daar een plek voor een bok, dus daar kan ook, ik zou bijna willen zeggen, real-life cooking kan je. Ja. Dus er kan ook gewokt worden en het personeel wordt bereid. Maar ook broodjes, salades. Mooi hoor. Ja. Ook die gaatjes weer op het plafond. Dit is verlichting. Ja. Kijk, kast even openen. Ik heb er namelijk al een. 68. Dus had je een vaste kastje dan ook? Nou, ik kan hem nu ook uitloggen. En dan kan ik zeggen, kast opheffen. Oké. Okay. En dan kan ik morgen terugkomen. Kan ik weer een nieuwe kast en dan krijg ik weer een ander nummer. Ziet er prachtig uit. Ja. Geavanceerd spulletje. Ja. Zijn dit ook zitjes? Ja, staal zithulpen noemen ze die. Zit-staalhulpen. Spuitig hoor. Dat is gezonder, hè? Want zitten is het niet meer roken. Ja, dat was ik laatst ook. Dus dit is gezonder. Ja. Maar als je een beetje RSI-achtige klachten hebt gehad, dan moet je ook weer een armleuning hebben. Ja, dan is het niet geschikt. Dan moet je een normale plek pakken. Of een normale, traditionele. Hier gaan we voetbal kijken. Nou, dat is echt een mooie zaal. Hoeveel stoelen zijn het? Weet je dat toevallig uit je hoofd? 204. Hartstikke idee. Schoot er dan een Middelburgse bioscoop? Ik denk dat ook echt een lesfunctie. Vandaar ook deze tafeltjes, dat je gewoon wel deze plek kwijt kunt. Dus dit is inderdaad voor hoorcollege bedoeld. Ja.
waterleiding die loopt daar doorheen. Dat... Mooi, hè? Wat houdt en die houten doet... betimmering natuurlijk, dat was ook eerst niet, hè? Dat nee, allemaal, nee, maar dat was vind allemaal ik echt, beton. Dat vind ik echt mooi. Dus ook duurzame hout neem ik aan, dat zit hier daar snor. Deze kelder, Kees, was dit nou ook een atoomschuilkelder of is het? Jawel. Ja. Maar deze gaan jullie nergens voor gebruiken in principe, of wel? Nee, niet. Hier zijn we in de bunker. Dan is het allemaal oude slaapkamers of zo? Ook. Ik doe niet overal het licht aan. Nee, 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 dat is ook niet hoor. Ja, de bedjes. Nog in het plastic. Ja. Hebben ze die wel eens gebruikt voor oefeningen ofzo? Of doen deze hier eigenlijk helemaal nooit iets mee? Ik weet niet of je wel eens een oefening had. Ik heb zelf vroeger bij de BB gezeten. Oh ja. Omdat ik broederdienst had voor dienst. En toen hadden ze in Kloetingen hadden ze ook zo'n kelder. En dan kreeg je wel altijd training. Die grote bunker? Ja. Oh, daar heb ik eens geweest met dat ik in dienst had. Ja, bizar. Ja, is dat is roestig vrij schaal goed voor straling? Tegenstraling? Tegenstraling. Ik vind dat die toch behoorlijk flinkers hoor, deze douches. Oh ja, ja. Oh? Maar dan moeten we weer eens even kijken. Dit zijn geen telexen zoals ik ze ken. Hier die rollen papieren. Ja, en dan hier het ponsbandje door inderdaad. Dat is standaard gewoon nog. Die zijn geld waard. Ja. Oh, dat staan op de telefoon, dat is fantastisch hè. Ja. Met een beveiligde schuif of zo, wat is dat nou? Oh, dat zijn rechtstreeks de lijnen naar bepaalde diensten. Denk ik, ja. Zonder achteruit. Ja. Weet je wat me nou opvalt, is dat er echt verdacht weinig onder het stof zit. Ik zie wel wat laagjes, ja. Maar er is toch wel iemand die dit nog een beetje bijhoudt, of wel? Er is, volgende week ook komt er zo'n bunkermannetje, een bunkermannetje noemt. Maar die heeft hier ook rondleidingen. Kijk, dit komt echt uit de tijd van het roken nog, maar zien wat ja, dat is. Ja, te kort aan. Prachtig bruin bestek. Oh, nou. Is van die vlammast. Ai! Nou, dat is een, ik zou zeggen, een sober restaurant dit. Ja.